Stef en Emma zijn allebei landbouwers en ze worden voortdurend met allerlei uitdagingen geconfronteerd. Veranderende prijzen, nieuwe wetgeving, extreme weersomstandigheden enzovoort. Het is dus belangrijk dat zowel zij als hun bedrijven voldoende weerbaar zijn. Want hoe weerbaarder, hoe beter je kan omgaan met de uitdagingen die op je afkomen. Er zijn twee manieren om je weerbaarheid te vergroten. Ten eerste kan je inzetten op robuustheid. Neem het voorbeeld van Stef. Om zijn bedrijf robuuster te maken tegenover fluctuaties in de marktprijzen, specialiseerde hij zich in rechtstreekse verkoop aan restaurants. Maar toen de coronacrisis de vraag naar zijn restaurantproducten deed ineenstorten, moest hij plots overleven met de reserves die hij opbouwde in de jaren ervoor. Een tweede manier om je weerbaarheid te verhogen is door te zorgen dat je je gemakkelijk kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Emma doet dit bijvoorbeeld door verschillende teelten te combineren in haar tuinbouwbedrijf, waarvan ze een deel afzet via de groothandel en een ander deel via de korte keten. Toch maakte de energiecrisis het haar knap lastig. Want ook al is haar productiesysteem divers en flexibel, haar productiecijfers hangen sterk af van de temperatuur in haar serres. Zou het niet geweldig zijn als we landbouwers kunnen vertellen hoe ze best hun weerbaarheid verbeteren? Zetten ze best in op robuustheid of op aanpassingsvermogen? Hier meer inzicht in krijgen, dat was het doel van mijn onderzoek. Ik verzamelde informatie via enquêtes en interviews met landbouwers en andere belangrijke spelers uit de voedselketen. Zo kreeg ik een beter idee van hoe de landbouwsector in het verleden is omgegaan met uitdagingen en hoe dit de weerbaarheid van de bedrijven beïnvloedde. Of je nu robuust of aanpassingsgericht moet zijn, hangt sterk af van de context, die bovendien voortdurend verandert. Zowel jij als je bedrijf moeten dus zowel wat robuust als aanpassingsgericht zijn. Maar tijdens mijn onderzoek vond ik dat investeren in robuustheid soms ten koste gaat van aanpasbaarheid. En bij het maken van deze afweging blijkt dat in het verleden de focus vaak eerder lag op het inbouwen van robuustheid en minder op aanpasbaarheid. We moeten dus nadenken over hoe we aanpassingsvermogen in onze landbouw kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld door meer diverse businessmodellen in de landbouw te ontwikkelen, waarin er meer aandacht is voor experimenteren met nieuwe innovaties. Of bijvoorbeeld door lerende netwerken op te zetten, zodat landbouwers kunnen leren van elkaar. Zo kunnen de landbouwers van de toekomst het hoofd bieden aan verschillende uitdagingen en het voedsel op jouw bord blijven produceren.